Hey guys, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. En zoals jullie wel de titel hebben gezien, heb ik vandaag weer een shopblog voor jullie. Ik heb echt van heel veel verschillende dingetjes, of van verschillende winkels of webshops, echt één ding gekocht. Dus het is een beetje een collective shopblog, dus van alles wat. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En voor de mensen die me al wat langer volgen, die dachten misschien bij de thumbnail van zoveel kleur heb je gekocht en mee. Klopt, ik heb echt super veel kleur gekocht. Vroeger droeg ik alleen maar zwarte dingen en kocht ik alleen maar zwarte dingen. En toen kreeg ik vet veel comments. Nou, jij draagt ook veel zwart. Dat klopt. Maar nu is het allemaal gekleurde dingen. Het is echt geel, rood, paars, blauw, zilver, grijs-ish. Dus ik ben best wel trots op mezelf. Oké, laten we maar gewoon beginnen bij iets wat ik het leukste vind. En dat zijn bikinis. Ik heb namelijk een heel erg leuk bikini topje gekocht bij de New Look. Nu moet ik er wel bij zeggen, ik heb heel erg getwijfeld om aanbeelden te laten zien. Maar ik vind het toch een beetje apart. En je ziet het wel in mijn vakantie, dacht ik. Maar I don't know. Ik vind het gewoon een beetje awkward om zo in mijn bikinietje zo te gaan poseren voor jullie. Dus dat heb ik besloten om niet te doen. Dus dat jullie het weten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet alle prijzen maar uit mijn hoofd weet. Maar ik zal alle linkjes gewoon even in de beschrijving zetten. Dus mocht je benieuwd zijn naar een product, kijk gewoon even in de beschrijving. Oké, allereerst heb ik dus deze bikini top gekocht bij de New Look. En ik heb er geen broekje bij gekocht. Dat broekje vond ik namelijk helemaal niet leuk. En ik zal zometeen even een foto laten zien. Maar dit is de bikini top. Hij is wit crochet, of ja, het is namelijk niet echt kant, maar een beetje crochet. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. En wat ik super leuk vind, is dat hij aan de voorkant zo'n lace-up detail heeft. En ik vind het echt super leuk. En ik heb best wel grote boobies, dus voor mij is dit echt een geweldig ding. Want hij geeft belachelijk veel ondersteuning. En ja, ik ben echt heel erg blij hiermee. En deze was volgens mij 16 euro of zo, iets van 16 euro. Maar zoals ik al zei, het broekje vond ik niet leuk. Ik zal hier even een foto laten zien van ja, het setje. Het kan leuk zijn zo'n broekje, maar ik vind het niet leuk. Ik heb liever gewoon lekker een kort broekje. Of een klein broekje. En ik heb nog wel een wit crochet broekje. En anders neem ik een gewoon wit broekje. Dat maakt me ook niet heel veel uit. De lace is namelijk gewoon wit. Dus dat ja, misstaat ook niet als ik een gewoon broekje erbij doe. Dus ja, als eerste deze top. En dan ga ik verder naar de volgende bikini. En die heb ik besteld op ASOS. En waar is het broekje? Oh, hier. En dit vind ik een hele leuke bikini. Maar ik moet heel eerlijk toegeven, zo'n bikinietje geeft mij gewoon eigenlijk niet heel veel ondersteuning. Maar ik vind het wel gewoon leuk om het aan te hebben om dan te zonnen, zeg maar. Ik moet echt niet flink gaan wandelen of echt flink zwemmen of zo. Maar het is zo'n triangeltopje. Ik heb maat 44 en dat was volgens mij de grootste maat of die er op dat moment beschikbaar was. Hij covert dan wel, zeg maar. Maar het is niet echt qua ondersteuning en eerlijk, ik krijg een beetje hangtieten in dit soort dingetjes. Maar ik vind het gewoon zo'n leuk topje. Roze met palmboompjes of ja, een soort van tropische bomen, bladen. Ik vind het gewoon echt, of bladeren. Ik vind het in ieder geval echt super leuk. En dit is het superleuke broekje dat erbij hoort. Ik weet de prijs niet meer, links staat gewoon in de beschrijving. Maar er is één ding met het broekje en ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar ik heb de klantenservice van ASOS hier al een mailtje over gestuurd. Dus ik ben benieuwd wat eruit is gekomen of wat eruit gaat komen. Maar de achterkant slobbert heel erg. Misschien kan je het wel zien, maar er zit hier een soort van lijn. En dat is eigenlijk dat het een beetje een soort van scrunchy effect moet geven. Verschrikkelijk woord, scrunchy. Maar ik weet gewoon niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Oh, misschien aan de binnenkant kan je het wel zien. Hier zie je een beetje een lijn lopen. En hierin zit dus een elastiek. En het heeft dan een beetje rek. Maar voor mijn gevoel hoort het gewoon veel strakker te zitten. Want als ik hem aan heb, lubbert het broekje ook helemaal. Dus volgens mij is de stretch hier gewoon uit. En moet ik gewoon even een nieuwe krijgen. Maar ja, hier ben ik dus over aan het mailen. Maar ik vind hem echt super, super leuk. En deze is gewoon van het ASOS merk zelf. En voor de mensen die ASOS nog niet kennen, dat is echt een super leuke webshop. Maar zij hebben gewoon heel veel merken. Het is een soort van verzamelpunt van heel veel merken bij elkaar. Maar ze hebben ook gewoon ASOS eigen merk. Super, super leuk. Dan heb ik nog een broek die jullie misschien zouden kunnen kennen van een vlog van mij. En ik zal die vlog even in de beschrijving zetten. Ik vind het zelf een hele leuke vlog. Maar door het lekkere weer heeft hij weinig views gehad. Dus dit is mijn kans om hem te promoten. Hele leuke vlog jongens. Ga even kijken naar deze video. Want mijn vriendinnetje Julie had deze broek aan. En ik vond hem super leuk. Dus toen hebben we hem ook even voor mij besteld. En hij was namelijk heel erg in de sale. En hij is er nog, dus dat is goed. Het is deze rode, soort van pantalon, soort van joggingsbroek-achtige broek. Goeie zin. En deze was van 70 euro volgens mij naar 20 euro. Dus dat is wel echt een koopje. En ik vind het echt een hele leuke broek. Het is wel echt een knal
knalrode kleur natuurlijk, dus je moet er wel van houden. En ook een beetje van die hele ja, sporty look vibe, zeg maar, moet je ook leuk vinden. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Ik zal ook even een aanbeeld laten zien. En het grappige aan deze broek is dat hij aan de zijkant een rits heeft. En hij heeft gelukkig wel veel stretch. Maar je moet er wel een beetje rekening mee houden dat het op zich best wel een strakke broek is. Ik heb hem wel echt een maat groter besteld dan dat ik zou moeten hebben, omdat Julie dat aangaf. Dus dat is deze. En dan heb ik nog iets besteld bij Lovies. En dit jasje stond al eigenlijk een beetje op mijn wishlist, zeg maar. En toen kwam je in de sale. Lovies heeft nu echt super veel sale, dus moet je even kijken als je het leuk vindt. En dit jasje was volgens mij eerst 40 euro en was nu 25 of zo. Ik weet het niet helemaal zeker, maar het linkje staat in de beschrijving. En het is een bomberjasje. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. De laatste tijd zie je echt alleen maar heel veel zijde jurkjes en dingetjes. Die vind ik een beetje, ja, heftig. Maar dit vind ik dan wel weer heel erg leuk, gewoon zo'n vestje. En de laatste tijd is het zo warm dat ik absoluut geen vestje nodig heb, hoor. Maar ja, hier in Nederland zal ik hem waarschijnlijk nog wel binnenkort weer nodig hebben. Dit is gewoon een heel leuk jasje die ik gewoon lekker aan kan doen op de scooter als ik ga rijden. In de avond bijvoorbeeld is het altijd nog wel een beetje warm, maar de wind is een beetje rot. Kijk, dit is wel de look van een bomber. Of in ieder geval hè, het hele model. Maar wat normaal gesproken een bomber heeft, is dat hij gewatteerd is van binnen. Dus dat hij lekker warm is. Maar dit is echt een super, super dun jasje. Hij is dus niet gewatteerd. Maar het is dus gewoon een heel dun zomerjasje. En deze vind ik echt super, super leuk. Heel erg blij mee. En dan heb ik nog twee dingen uitgekozen op de website van Runway, weet ik, I don't know. Link zit in de beschrijving. En één dingetje vind ik echt geweldig. Maar ik denk dat heel veel mensen dit echt verschrikkelijk vinden. Maar I love it gewoon. Ik vind het echt geweldig. En dat is een shirtje met allemaal citroentjes erop. En het is een off-shoulder top. Dus hij zit zo. Je kan het zo meteen even wat beter zien bij de aanbeelden. Dit is hem. Het is een beetje een off-shoulder crop topje. En ik vind hem gewoon echt geweldig. Ik hou gewoon heel erg van dit patroontje. Citroentjes vind ik gewoon heel erg leuk op een of andere manier. Ik moet wel erbij zeggen dat dit wel echt een ding is die ik op vakantie echt zou dragen. Hier in Nederland. Ja, ook wel, maar minder. Ik zal het niet naar mijn werk dragen of zo. Ik vind het gewoon een heel erg leuk dingetje voor erbij. Je ziet hem trouwens nu off-shoulder, maar eigenlijk heeft ze nog twee van die bandjes. Maar die vind ik eigenlijk echt heel lelijk. Die zitten dan zo, zeg maar. Dus hier zo. Die vind ik eigenlijk een beetje onnodig en lelijk. Op ieder geval, het zat niet zo mooi. Ze zaten een beetje raar. Dus die laat ik er lekker uit. Ik vind hem wel gewoon wat leuker zo. Als je schouders lekker helemaal bloot zijn. Ja, dus dit is echt een super leuk dingetje. Ik weet niet waarom, maar ik ben hier echt helemaal gek op, zeg maar. Dus ja, dat is deze. En deze was volgens mij iets van 15 euro. Maar, of dollar. Iets. Staat in de beschrijving het linkje. En ja, heel erg leuk. Dus deze raad ik echt aan. En ik vind de kwaliteit trouwens ook goed. Oké, en dan heb ik nog een jumpsuit van Runway. En helaas pas ik deze niet. En ik ga ook geen aanbeeld eventjes doen. Want hij past echt niet. En daar word je echt niet wijzer van. Maar het is een maat XL. En op Runway hebben ze trouwens Chinese maat. Ik moet even kijken wat ik deze maat. Het topje heb ik in maat L volgens mij. Ja, de top heb ik in maat L. Maar die had ik eigenlijk ook wel gewoon in de maat M kunnen hebben. En deze jumpsuit heb ik in een maat XL. Maar hij past gewoon niet. Hij is te kort. Ik ben 1,83 meter. Dus hij is gewoon best wel een beetje ja, kort voor mij. Maar verder vind ik hem super leuk. Blauwe streepjes. Hij heeft wel een hele diepe V, zeg maar. Eigenlijk gewoon erg open. Maar die zou ik zelf gewoon vast hebben gezet. En het broekje is ook heel schattig. Want er zitten van die ja, ruffels aan de onderkant. Super leuk. Dus ik denk dat deze naar een van mijn vriendinnetjes toe gaat. I don't know. Ik pas hem gewoon echt niet. En ik had het echt heel erg leuk gevonden als ik deze ook pas. Want deze was ook volgens mij iets van 15 euro of dollar dan. Maar super leuk. En er zit een hele chille stretchband in. Dus dat past net allemaal weer wel. Maar gewoon de lengte net niet. Dus super jammer. Maar hij is heel erg leuk. Dus mocht je hem leuk vinden, zeker kopen. Dan heb ik van de webshop Shein nog wat mogen bestellen. Oeh, even pakken. En daar heb ik een broek besteld. En dit is een gestreepte broek. En dit is eigenlijk gewoon wel een beetje een thuisbroek. Of als je heel erg veel schijt hebt, even naar de Albert Heijn of zo. Maar ik vind het echt een hele, hele chille broek. En de kwaliteit is me echt heel erg meegevallen. Hij is zo dik en zo goed of zo, dat ik dacht echt, wauw, komt die van die webshop? En ik zal gewoon even een aanbeeld laten zien. Hier valt namelijk niet zo heel veel over te zeggen. Dit is gewoon een chill broek. En hij is wit met zwarte strepen, zoals jullie ook kunnen zien. En ja, hij zit echt super lekker. Als je hem aan wil, of nee, opnieuw. Als je hem aan hebt, dan wil je hem echt niet meer uit. Nu wel met die warmte, maar hij zit echt super lekker. Als laatste heb ik nog een topje.
En die is ook van Shein en die vind ik ook echt super leuk. En deze heb ik in een maat M gekocht. Maar dit is een heel erg leuk zwart topje met, zoals je wel kunnen zien, allemaal kanten details. En deze kan je het beste zien op het aanbeeld, want hij is een beetje lastig vast te houden. Dus hier komt hij eventjes. En zoals je ziet zijn de schouders open super mooi en is hij best wel zwierig. En de mouwen lopen een beetje wijd uit met kant. En aan de onderkant zitten er ook allemaal kanten details en het loopt gewoon helemaal door naar achter. En ik vind hem echt super, super mooi, super leuk. En ook bij deze was ik gewoon super verbaasd dat hij er gewoon zo goed uitziet. En deze heb ik trouwens in de maat M gekocht. En die past gewoon helemaal prima. Dus hier ben ik ook echt super, super blij mee. Ja, en dan was dit alweer heel de shopblog. Ik hoop heel erg dat je dit leuk vond. En het topje wat ik nu aan heb, heb ik trouwens nog niet zo heel erg lang geleden gekocht. En laten zien in de shopblog. Dus ik zal die shopblog heel even in de beschrijving zetten. Dan kan je die ook even bekijken. En verder draag ik een ketting van Chizzy. En heb ik een armband om van Lana's sieraden. Mijn oorbellen, als je die al hebt gezien, zijn van Claire's. Dit rek heb ik ook een keer ooit in een vlog laten zien. En ik zal die vlog ook even in de beschrijving zetten. Dan, ja, daarin vertel ik gewoon alles over het rek en wat er allemaal op zit en zo. Dus best wel leuk om te zien ook weer. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Laat in de comments even achter wat jouw favoriete aankoop is van mijn shoplog. Ik vind dat ik best wel dingen heb gekocht die niet per se bij mijn stijl passen of zo. Ik heb een beetje spullen gekocht die een beetje soort van out of the box zijn voor mij. En dat vind ik eigenlijk best wel leuk om, ja, dat soort dingen wel eens te doen. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ja, dan zie ik jullie heel graag woensdag weer. Want dan staat er weer een nieuwe video voor jullie klaar. En bedankt voor het kijken. Doei!